Ben net wakker, niks is zo slim om eigenlijk dan gelijk smooth moves te gaan doen als ochtendgymnastiek. Waarom ook niet? Nieuwe opname sessie, nieuwe kansen. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play. WarioWare Smooth Moves, was wel even het intro kwijt. Nieuwe opname sessie zoals ik al zei, we gaan weer verder met de afleveringen die we gedaan hebben. En ik zou richting Ashley gaan. En dat is dat niet echt een hoge record, maar dan kunnen we natuurlijk altijd verandering brengen. Zoals ik al zei, dit is een nieuwe opname sessie, dus ik ben weer zo fit als een hoentje. Bosbandje, heel belangrijk. Wij beginnen met Ashley. En Red. Bunny! Oh, sorry. This is Halloween. Inside the library! Geen idee wat er nou gaat gebeuren allemaal. Abby's not. Het is een boek. I've got an idea that might help. Oké, nou laten we de minigames maar gaan starten. Oké, we hebben hier 4 kaarsjes. We beginnen met remote control. Waarom ook niet? Eens kijken of we nieuwe games krijgen. Ja hoor, we mogen flesjes openen. Leuk, heb je het nou wel goed? Een blij boek. Oh god. The thumb wrestler. Hold the form baton vertically and rest your thumb on the top of it. The noblest of athletes, the thumb wrestler endures years of training before mastering this pose. Really? Thank you for telling me. Okay, the thumb wrestler. Nieuwe move, nieuwe kans. Wat gaan we doen? Shake it and spray it. Moet niet langer houden, ik moet er even aan wennen. Weg. Als er maar geen issue gaat worden met hoeveel dat we wel moeten halen. Oké, nou in ieder geval shake it. Oh, daar ben ik heel slecht in. Ik ben nooit goed geweest in bow. Ja, maar oké, ben je richten, dus laag houden. Oh. The discard. Place the form baton face down on a stable surface, like an unwanted, but still treasured, plain. Ja, jullie zien het net niet, maar hij ligt hier op tafel. Do not touch the form baton hij ligt, ja. Until the proper time. Hello, how are you? Ik weet niet of hij te horen was, maar... Geef me heel even een seconde. Ik ga heel even kijken of hier de dingen wel van aanstaat. Geef me een seconde. Nu staat hij aan. Oké. Okay. Tekst uit namelijk, is grappig. Oké, okay, thumb wrestler. That's right. Appeltje eitje. Ik wist niet dat ik daar zo kon. Gewoon zo een paar keer krijgt gelijk geweldige dingen. Oké, okay, laag houden. Oké. Okay. Heel mooi. Ik denk dat het die is. Ik moet wel zeggen, de muziek is rustiger dan de vorige aflevering. Ik bedoel, The big G's. With the form baton at your hip. Force your chest and hips forward. This dance honors the CEO. Unsung hero standing proud. On the backs of his employees. Yep. Werken van deur. Oké, wat gaan we doen? Oh. Oké. Waarom ook niet? Oh, thumb wrestler weer. Muziek is echt een stuk... Oké, waarom zou je mijn telefoon door een... Oké, whatever. Maar de muziek is een stuk rustiger, dus dit valt op zich wel mee. Oh. Daarvoor moet ik zitten, jongens. Ik kan er niks aan doen. Dan moet ik hem echt op tafel leggen. En... Ja, tafel is iets lager, dus... Oh. Fancy deze! Ach, dit spel, serieus. Oké, laag houden. Shoot. Het boek is wel heel erg blij, moet ik zeggen. Kom op, ik heb rijbewijs.
Oké, zo hoeven wij nou weer niet te schakelen, maar maakt niet uit. Oh, Big Cheese weer. Ik schrijf een B. Oh, wat? Gaan we. Oh. Oh, moet niet. Oké, dan gaan we naar de bos. Wat krijgen we hier? Het is lang geleden. Dit wel gespeeld. Ik ben Gerry. Oké. Hey, zet je Joy, nieuwe baan gevonden. Alles kids? De geluiden die uit mijn Wiimote komen, geweldig. Zo, dat is een heel groot broodje. Met de Wiimote erop. Oh. Finally. Nou, dat was simpel. Waarom ligt er een Wiimote op? Ik weet het echt niet. You are all set now. Oké, laten we het nog een keer proberen. Ik weet niet wat ze van plan is, maar laten we gewoon nog een keer proberen. Tweede pot. Tweede kans. Is dat de neef van Piet Paranja? Oké, dat vond ze leuk. Oké. Dus, dat was Ashley. Nou, zoals altijd in de gebruikelijk. Ik bedoel, we zitten nu in aflevering 6 en ik weet het, er zijn wat minigames. Maar gaan we eerst richting Ashley om een record neer te zetten. Nou heb ik wel voor jullie gezien op het moment dat er recorden gezet worden. Op Facebook komen niet echt berichten. Ik krijg wel eens comments binnen van, oh ik heb zoveel gehaald, ik heb zoveel gehaald. Helaas kan ik daar geen foto van maken, want ja, je kunt het inderdaad wel zeggen. Maar ja, we hebben wel een beetje feedback nodig van wat het wel zo is. Vandaar het foto idee, maar als het niet mogelijk is, dat is absoluut geen enkel probleem. Nou, we gaan gewoon kijken hoe ver dat we hiermee kunnen komen. En ik moet weer springen. Ik ben heel goed in thuis springen. Ik heb hier niet zoveel ruimte, maar het maakt niet zoveel uit. Oké, nou, we worden niet meer onderbroken. Ik ga hem gewoon nog op de knieën hebben. Wat? Oké. Okay. Ik nam aan dat de hond niet mocht kijken op het moment dat we hem pakten of zoiets. Weet ik wel. Oh, maar weer. Oeh. Pauw. Piepa, poef, 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 poef. Wat lekker. Waarom ook niet? Oké, nou, heb ik je nou al vestig. Rustig aan. De muziek is op zich wel rustig, dus. Oh, Move those body. Oké, zo. Maar, Nou, dat ging snel. Maar in één keer is eigenlijk makkelijk best wel te doen, zo. En deze is wel rustig. Oh, gaan we even. Maar, over de foto-idee is niet echt zo erg dat we geen inzendingen meer hebben gekregen. Dus maakt niet zoveel uit. Oké, dan moeten we weer hardlopen. Oh. Oké. Vol automatische pen, dat je op een knopje drukt en tot hij open gaat. Tegenwoordig is alles met knopjes. Oh, dit is de lampenkap. Dat is duidelijk. Nee, het is een driehoek. Nee, het is het rondje. Nee, het is de lampenkap. Wat pak ik gewoon? De muziek is hier heel rustig bij, jongens. De vorige was echt, Ach, jij maakt niet zoveel uit. Hij gaat lekker. Soms komen we wel wat nieuwe games tegen, soms niet. Maar ja, het gaat erom hoe ver kunnen we komen. Oké, we hebben hier. Oh. Ik ben er goed in. Ik weet niet hoe ik het doe. Waarom kijk ik nog steeds die kant op? Er staat daar geen camera meer. Er is heel veel vragen over waarom gebruikt ik die tweede camera niet. Bro. Dan moet ik lager. Maar dat wist ik niet. Maakt niet uit. Zie? Komt geluid uit dat ding. Hartstikke leuk. Maar waar had ik het over? Ik bedoel, we zijn smoothmoves aan het doen. Ik heb geen flauw idee waar ik over aan het praten ben. En kijk naar mijn microfoon. Mijn microfoon is geen cam, maar dat maakt niet uit. Waar had ik het over? Het is wel rustiger dit. En op zich, ja. Een beetje rust kan geen kwaad. Oké, even nog wachten. Ja, met extra mosterd en extra Wiimote. Oké, klaar. Finally. Dit is zo leuk, kunnen we gewoon zo wegpakken. Maar het leukste is dus als ik hula hoop, als ik hem echt laag hou. Want als ik die draal krijg, dan moet ik echt op de Wiimote mikken, op de sensorbar. En hier zit ik te hoog. En we mogen weer pauzeren! Wat leuk, niet pauzeren, maar poseren. Wat krijgen we nou weer? Oké. Goed. Level up. Mijn haar is echt een mes vandaag, jongens. Echt verschrikkelijk. Oké, dus laag houden.
Oh. Finally. Oké. Dat was rustig. Ik weet niet, dit is echt heel gentle en rustig en ontspannend. Ik bedoel, deze zou ik eigenlijk nog wel op hebben kunnen nemen nadat ik de Jimmy T had opgenomen, maar maakt niet zoveel uit. Is die goed? Oké, goed zo. Mijn polsbandje zit niet strak genoeg. Oh boy. Ja, dan bel dan niet! Ik wist niet op mijn Wiimote telefoon is. Eigenlijk zou ik dan zo moeten gaan zeggen. Zo van, ha, goeiemiddag met dezelfde Play 20. Oh, hi. Bro. Hier, nou doe ik het wel. Zie, je moet hem echt een beetje laag houden zo. Een laag houden, oké. Okay. Oh, gaan we de umbrella doen. Hop. Het regent, Lolly. En in de roze pakje, lijk jij op een gebakje. Drugs is... Oké, dat is eigenlijk van... Oké, is dit een cactus? Oh, ik zag iets. Volgens mij is het de cactus. Kan niet anders. Dat lijkt wel op dat ding wat je vond bij... Ach, hoe heet dat nou? Bij Pikmin. Bij Pikmin 2. Oh, eentje op voren. Eentje die kant op. En naar voren. Goed zo. Hartstikke goed. Oh. Nee. Ja, ik ga hem niet in mijn bakken steken. Daar gaan we niet aan beginnen. Ik bedoel, van de olifant vond ik al heel erg ver gaan. Maar zo snel gaat het nog niet. Ik heb rustig aan. Oh, hoi! Oh, nog een keer! En maak jij het ook schoon in de binnenkant van mijn tv? Serieus, je weet nog niet hoe het smerkt. Oh, die kogelgaten. Oh, nee. Dankjewel! Mooie hoed trouwens. Oké, dumb wrestler. We halen de gekste dingen door dat ding heen. De telefoons, kluizen, wekkers, alles. Oké, waar krijgen we nou weer? Laag houden. Oh, shoot! Die beweegt, is gemeen. Als dat super snel gaat, dan wordt dat een probleem. Oké. Uit ijs kunnen we dus Iceman van Mega Man. Oh, nou, ik neem aan dat dit weer hetzelfde is. Ik ga gewoon rustig zitten. Klopt, het is hetzelfde? Ja, het is hetzelfde. Dan horen jullie mijn microfoon geluid ook in één keer een stuk zachter gaan. Maar dat komt omdat mijn microfoon ook echt op staanhoogte staat. Dus praat ik wel iets harder. En oh. We gaan nu afleiding doen. Die vis leeft nog. Hallo. Die vis leeft nog, hij spartelt nog na... Oh, hij is klaar. Nou, dan is er geen leven kwijtgeraakt. Ik moet zeggen, deze is een beetje aan de trage kant. Maar we mogen weer poseren. Waarom ook niet? Pose down. Zo. Zoiets, hè? Zo. Blijf gewoon zo even staan. Deze pose. Oké, we mogen weer. Wat gaan we doen? Je hebt nog meer teksten. Je hebt echt veel meer teksten erin zitten. Jammer dat hij daarna niet doet. Oké, nou. Doe dat nooit met een autoband. Want dan zou je echt zo moeten gaan ofzo. Dus deze zijn op zich wel makkelijk, deze minigames. Ik denk dat dit een heel hoog record gaat worden. Ligt eraan hoe snel dat hij natuurlijk gaat. Ik bedoel, we zitten op 34 en echt snel is hij nog niet. Wicked. Nou, had je Jimmy T moeten proberen, maar ja, daar zaten we op de 48, 58, iets in de 50, ik weet niet meer. Het is een tijdje geleden dat ik het heb opgenomen namelijk, dus oh. Zo. Oké, nou de derde variant is dus een andere pose van de... Ja, kom maar. Hij heeft een snor! Oké, ben ik blij om. Snorren zijn belangrijk. Oh. Die is wel te makkelijk. Oké, we hebben hier. Gewoon één. Gewoon die. Dat is makkelijk. Deze zijn echt makkelijk, jongens. Vier. Dat is een drie. Oké. Ja, jullie weten het, bij een dobbelsteen altijd 7, als boven 1 is, is de onderkant 6 en al die dingen. Dus 2, 5, oh. Mix it, baby! Pof. Deze muziek is mij te rustig voor dit spel. Na, er zijn twee hondjes.
Maar deze muziek is echt veel te rustig naar mijn smaak. Oh, Big Cheese weer. Bro. Hoi! Hij reageert nooit! Dat is de enige waar ik echt een issue mee heb. Oké, okay. Laten we de aarde eventjes door die dingen heen halen. Hebben iedereen vermoord door dat door de... Ja... Dat was een nieuwe game, die had ik nog niet eens gezien! Ik wist nog niet eens wat ik moest doen! Nou ja, ik wil een broodje hamburger. Ja, doe de mijne maar met extra Wiimotes, extra vis. Misschien een beetje extra mosterd, curry er nog een beetje bij. Augurken, tomaten. Klein poppetje. Loop niet voor mijn broodje langs. Dus ja, chocoladedip, ook heel erg belangrijk. Extra worstjes, ei, dat is niet een broodje. Oh. Ridiculous. Oeps. Ik dacht dat hij klaar was, want er werd zoveel shizzle. Hij ging zo lekker en nu hebben we nog maar één leven over. Als die Let's Draw komt, dan zijn we screwed. Hartstikke leuk. Oh, Big Cheese. Hart. Hart, dat. Ik wacht wel even. Oké. Ik wil hier op zijn minste 50 halen. Ik weet dat ik dit kan. Ik wil de 50 halen. Hoeveel zitten we? 48. Oh. That's right. Het ging zo lekker net en in één keer, boom. Kaas is weg. Oh. Hoi. That's right. Goed zo. Dat is handig. Oh, nog een keer. Oké, wie kan je zitten daar? Nou daar. Nee. Oké. Alles kan fataal zijn. We hebben de 50 in ieder geval. Dit is zo ridiculous. Deze aflevering gaat best wel lang door eigenlijk. Oh boy. Nee! Had ik een trickshot moeten doen. Zou jij wat ik dat broodje niet had gehaald? Nou ja, 52. Ik vind ook het best wel goed gedaan heb. Ik hoop dat jullie het ook filmden dat ik het een beetje goed gedaan heb. Maar ja, we houden het gewoon bij de 52. Het is een beetje langer. Ja, de haar games zijn een beetje aan de langzamere kant. Maar ik moet zeggen, dit is een van mijn favorieten. En oh mijn hemel, 62. Maar die bewaren we voor de volgende aflevering. Dus heb jij nou een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat natuurlijk een like achter. Als je daar tijd voor hebt. En ik hoop je natuurlijk allemaal weer terug te zien bij de volgende aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. Bedankt voor het kijken. Spel is te vinden bij de meeste gamestores. Wil je het spel zelf ook hebben? Dus, en ze zullen niet echt meer prijzig zijn, omdat het is best wel een oud spel. Dus denk je van, dit is een leuk spel, dat wil ik eigenlijk ook gaan spelen. Het enige wat je nodig hebt is een Wiimote, een Wii of een Wii U. Want ik speel het op dit moment op de Wii U, dus op de Wii U is het ook gewoon mogelijk. En je kunt gewoon spelen. Deze games die komen op een aparte aflevering. Aangezien dat ik met Nick, mijn thumbnail designer, heb afgesproken dat we eerst deze volgorde aan zullen houden. Hoe heet hij? Penny. Dat is een van de saaiste, vind ik zelf persoonlijk. Maar goed, we gaan voor de volgende keer gaan wij naar Dribbel en Spits. Dus ik hoop jullie dan te zien. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!